Het unieke aan het project van Power to Methanol Antwerp is dat we opgevangen CO2 gaan omzetten met behulp van groene energie via waterstof naar groene methanol. Het is een project dat een enorme bijdrage zal leveren aan de duurzaamheid van de chemie. Eigenlijk steunt dit project de Carbon Circularity, die ook wijdverspreid wordt vernoemd in de duurzaamheidsstrategie van Europa. Methanol is een van de grootste basischemicaliën in de chemische industrie en die kan hier in de enorme chemiecluster in de haven van Antwerpen gebruikt worden als groene grondstof. De 7 partners die het project Power to Methanol Antwerp hebben opgezet zijn ENGIE, Fluxys, Indaver, Innovin, PMV, Advario en de Port of Antwerp Rouge. De impact voor u en ik en de man in de straat is dat dus mettertijd verschillende producten als groene producten kunnen worden aangeboden. Bijvoorbeeld bussen polyurethaanschuim die we thuis gebruiken om tochten en kieren mee te dichten, zullen binnenkort dan als groen product kunnen worden aangeboden. Op zulke schaal is dat nog niet gebeurd. En het is dus uniek dat zulk een project wordt opgezet in België en in de haven van Antwerpen-Brugge.